Een vrouwtje, grote bonte specht, je hoort er ook een roepen. Driftig aan het hakken om voedsel bij elkaar te krijgen. Heel iets anders dan het roffelen wat spechten doen. Dat is echt een contactsignaal. Waarbij het stoer is als je heel hard kan roffelen zonder koppijn te krijgen. En daar zijn ze dan ook speciaal voor aangepast. Dit soort gehak kan je natuurlijk sowieso alleen maar met speciale aanpassingen. Al was het maar de beitelvorm van de snavel. En de stevigheid ervan, maar ook het hele schedel is aangepast. De grote bonte specht. Dit is een vrouwtje, geen rode nekvlek. Tot ziens maar weer.